Liefhebbers van alle motoren die kennen die Meuren en de Eurohal hun haar op holen. Want dan is de zweiwieler oldtimerbeurs. Nou, en die duurt de hele dag. En de liefhebbers van mooi weer, die komen de komende week ook aan bord. En vanavond en vannacht wordt het eerst koud. Met flinke opklons en een overnemende wind, zwak tot motig uur het noorden tot noordwesten, zakt de temperatuur 1 of 2 graden onder nul. Nou, en voor de rest, kans op een aantal misbanken en lokaal wat gladderheid. Maar een koude start. Maar ja, dan komt uiteindelijk de zon erbij en dan is best wel lekker weer. De temperatuur komt duurt om en bij een grote 5 en de wind doet het rustig aan en die komt uit noordwestelijke richting. Later in de middag en aan het begin van de ochtend touw neemt de bewolking en er volgt overtouw wat heule lichte regen. De temperatuur zakt in de nacht en ook nooit veel verder weg dan 1 of 2 graden boven het vriespunt. Zondag, dan is de zon er lekker bij. En het blijft droog en het is rustig weer. Een zwakke tot motige noord-noordwestelijke wind brengt een grote 6. De nacht nog weer wat lichte vorst, maar begin volgende week dan draait die wind naar het zuidoosten en dan loopt de temperatuur aan het eind van volgende week op richting de dubbele 7. En zo blijkt dus maar weer, als het weer is van gooien zin, dan trekt de kool nou zijn stitje in.